Hier achter mij zie je hier de startplaats. Hier gaan ze ongeveer 150 deelnemers hier het water in. En zwemmen dan een parcours van totaal zo'n 1500 meter. Het doel van dit evenement is natuurlijk om zoveel mogelijk geld op te halen. Wat is nu het doel van de stichting Swim to Fight Cancer? Het doel van de stichting is om geld bij elkaar te brengen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. En als je kijkt naar het parcours, hoe ligt het parcours momenteel bij? Het ligt er fantastisch bij. Er zijn zoveel instanties geweest die gezorgd hebben dat het er vlekkeloos uitziet. De duikspotvereniging Sub 70 heeft de vloer schoongemaakt. De gemeente Apeldoorn heeft de kade met onkruid weggehaald. Fantastisch. Kortom, ideale omstandigheden. Ook wat weer betreft natuurlijk. Ja, qua weer ideale omstandigheden. En nog nooit heeft de Freule de Fietsbrug er zo mooi uitgezien met de bloemen waarmee het is versierd. En hoeveel deelnemers zijn er ongeveer? We hebben 150 deelnemers en 5 junioren die gaan zwemmen. Bijna 100.000 euro is er al in kas. U gaat er waarschijnlijk overheen? Ja, we gaan er echt overheen. En het zal denk ik een heel verrassend bedrag worden. Ik weet het zelf nog niet eens, want we volgen gewoon nu ook donaties, wie nu nog binnenkomen. En rondom 3:30 hopen wij dat bekend te maken. Jij zingt straks bij het start een lied Vechtersplaats. Waarom dit lied en wat is hier in de boodschap eigenlijk? Ik zelf ben van 2014 tot 2015 oktober ben ik ziek geweest. Ik heb botkanker gehad. En ja, ik lag dan op de kinderafdeling en er lagen heel veel zieke kinderen ook. En ik wil dus gewoon heel veel positiviteit toewensen. Dat ze altijd moeten doorzetten. En ook je verwacht van jezelf niet dat je ziek wordt. Er gingen ook heel veel zinnen en woorden en zo. Alles ging gewoon door mijn hoofd heen. En dat moest ik opschrijven. Dus alles heb ik opgeschreven in een lied, Vechtersbaas. En die ga ik hier zo meteen speciaal voor iedereen hier zingen. En welke boodschap zou je je lotgenoten willen meegeven? Ik zou mijn lotgenoten graag willen meegeven dat ze altijd positief moeten blijven. En altijd doorzetten. In het diepe gegroeid worden, zonder de antwoorden. Ik ben een vechtersbaas, maar ik krijg je echt niet klein. Zo vecht. Waarom maakt u deel uit van het comité van aanbeveling? Omdat ik het een heel belangrijk evenement vind. Persoonlijk. Als we bedenken dat 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgt, hebben eigenlijk alle Nederlanders mee te maken. En daar maak ik geen uitzondering op. Schoonmoeder overleden, zwager veel te jong, mijn broer 2 jaar geleden. Nou ja, zo heeft iedereen zijn eigen verhaal waardoor je betrokken bent bij een initiatief als dit. Het tweede is, het is natuurlijk Apeldoorn en het blijft onze grote liefde. Dus als je daar wat voor kan doen, ook al is het op deze bescheiden manier, dan lopen we daar niet voor weg. En, dat mag misschien ook wel gezegd worden, tot vorig jaar was ik voorzitter van KWF Kankerbestrijding. Ja, u had net even aan KWF Kankerbestrijding. Nu is het namelijk zo, KWF die krijgt een enkele bijdrage van de overheid. Nee, helemaal niet. Is dat niet een beetje vreemd dan? U zegt net al, ja, het is een ziekte die... Nee, ik denk dat KWF is destijds opgericht toen koningin Wilhelmina afstand nam van de troon. Met een basiskapitaal. En het is denk ik toch echt het kenmerk van KWF dat ze een verbinding legt tussen vrijwilligers. Die onder andere door de collecte, maar ook door dit soort initiatieven geld bijeenbrengt. En aan de andere kant de onderzoekers. Dat maakt het tot een, heb ik in ieder geval ervaren, tot een hele bijzondere belevenis. Die twee extreme, zeer geleerde dames en heren die heel goed weten dat ze afhankelijk zijn van KWF Kankerbestrijding. En ik denk dat het om op uw vraag te reageren,
Ik denk dat het ook goed is dat KWF niet afhankelijk is van de overheid. Dit soort dingen mag wat mij betreft. Kijk, de overheid draagt natuurlijk wel bij aan kankeronderzoek, maar niet via de band van KWF. KWF blijft uitstek denk ik een organisatie die vrijwilligheid verbindt met hoge professionals. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Natuurlijk op een bijzondere manier geopend worden en daarvoor hebben wij een paar mensen uitgenodigd. En als eerste wil ik hem natuurlijk onstage, onze wethouder Nathan Stukker. Het voelt toch altijd zo geweldig zo'n trap opkomen, vind je niet Nathan? Ja, ik mag voor jou er niet bij gaan staan, maar dat voelt wel heel speciaal, ja, absoluut. Kijk, je moet iedereen alles laten ervaren, zeg ik altijd. Nathan, ik ben zeer onder de indruk van dit festijn. Wat vind jij ervan? Nee, ik vind het in één woord echt fantastisch wat hier gebeurt. Als je om je heen kijkt hoeveel mensen letterlijk en figuurlijk betrokken zijn met het evenement. Wat vind je van dit evenement? Ik vind het een fantastisch evenement wat hier in Apeldoorn wordt georganiseerd. Heel veel mensen die zich vrijwillig inzetten voor het bestrijden van de vreselijke ziekte kanker. 1 op de 3 mensen die daar in aanraking mee komen. Ja, dat is natuurlijk heel veel. En als er dan mensen zijn die zich op deze manier inzetten om geld op te halen, is dat fantastisch. Jij maakt deel uit van het comité van aanbeveling. Waarom eigenlijk? Ja, ik ben hiervoor gevraagd, een beetje via Acres eigenlijk, of ik hier aan mee wilde werken. Acres? Ja, Acres is, daar ben ik ambassadeur van Sport van de Maan, dus zo zijn er lijntjes gekomen. En ja, als ik iets kan doen dan voor het goede doel, dan doe ik natuurlijk graag mee. Wat vind je van dit evenement? Ja, bijzonder. Mooi dat we het in Apeldoorn hebben. Als je nu om je heen kijkt, dan denk ik dat we dat heel goed opgezet hebben. Dus met de organisatie heb ik vrij weinig van doen gehad, maar ja, ik vind het wel bijzonder dat we het zo mooi hebben neergezet. 5, 4, 3, 2, 1. Waar doe jij mee? Omdat het voor het goede doel is. KWF. Mijn moeder heeft kanker gehad. Ja, dat mooie. En mijn vader heeft ook op dit moment kanker. Een klein kankervariant. En daarom doe ik ook mee. Gewoon veel donatiegeld ophalen. Dat is tot nu toe gelukt. Ja, want er is natuurlijk heel veel geld nodig voor onderzoek. Ja, tot nu toe zit ik op 700 euro. Dat is echt boven mijn verwachting. En ik denk dat de loop van de dag nog veel meer binnen gaat druppelen. En daar, ja, dat is gewoon fantastisch. Fantastisch hier in het water. Ja. Want je kon je inschrijven, maar daarna moest je ook zo voor sponsorgeld, hè? Ja, ik was een van de eerste die zich had aangemeld. Een van de eerste 5 of zo. En toen moest je verplicht 250 euro inzamelen. Dus ik heb mijn uiterste best gedaan in het begin. En, maar nu is dat een beetje, hebben ze dat een beetje laten varen. Elke euro is er 1. Maarten, u bent het boegbeeld van de Swim Tonight, de Swim to Fight Cancer. Waarom eigenlijk? Ja, 100.000 mensen per jaar krijgen in Nederland kanker. Dat is 1 op de 3 mensen die krijgt dat ooit. En ik zelf ook 15 jaar geleden. Leukemie, vreselijke tijd gehad. Maar uiteindelijk wel het geluk gehad te kunnen herstellen, omdat er een therapie was die voor mij werkte. En we zijn hier met z'n allen samen voor Swim to Fight Cancer. Om een heleboel geld in te zamelen voor kankeronderzoek, zodat de kans dat patiënten voor vandaag en de patiënten van morgen de kans om te herstellen ietsje groter is. Zou u de lotgenoten willen meegeven? Ja, wat wil ik ze meegeven? Ja, vind vooral je eigen weg.
De ene patiënt vindt het fijn om te denken dat in beweging blijven, fit blijven, vechten, dat het helpt. Als dat je niet ligt, doe dat ook vooral niet en vind vooral je eigen weg. Ik was bij uitstek een luie patiënt, maar je moet vooral je eigen weg vinden, denk ik. Waarom doe je eigenlijk mee? Even op adem komen, want ik heb het laatste stukje wel hard gezongen. Maar mijn vriendin, mijn partner woont ook hier in Apeldoorn. Dus ik ben hier veel, het is een beetje mijn tweede thuis. En als je dan zo'n goed doel hebt hier, dan wil ik daar graag iets aan bijdragen op mijn manier. En als ik dat dan ook nog kan doen door te zwemmen, dat wat ik zelf heel erg leuk vind, ja, dan doe ik het graag. Waarom heb je meegedaan? Wij zitten zeg maar bij een wedstrijdzwemclub en een meisje op onze club heeft 5 jaar gevochten tegen kanker ook. En wij vinden nu eigenlijk dat we iets terug kunnen doen. En hiervoor zwemmen wij voor het goede doel om nog geld op te halen voor meer onderzoek. Ik ben net gefinished, zie ik. Waarom doe je mee? Een goede vriendin van mij heeft vorig jaar borstkanker gekregen op hele jonge leeftijd. En dat heeft zo'n impact op mij gemaakt. Dat ik me heel graag in wou zetten om kankeronderzoek meer mogelijk te maken en om geld in te zamelen daarvoor. Hoe is het gegaan? Goed. En waarom heb je meegedaan? Omdat kanker gewoon een hele slechte ziekte is. En ik heb al heel veel op het nieuws gezien dat er niet heel erg veel wordt aangedaan. Dus ik vind zelf dat er ook meer moet aangedaan worden om het te bestrijden. Waar gaan de donaties naartoe en wat wordt daarmee gedaan? Ja, de donaties van Sip to Fight Cancer die gaan via Fight Cancer naar KWF Kankerbestrijding. Wij zijn het jonge rebelse zusje van KWF Kankerbestrijding. Daar werken wij heel nauw mee samen. En wij hebben ervoor gekozen om het geld te laten gaan naar fellowships. Dat houdt in? Ja, dat zijn eigenlijk beurzen voor jonge onderzoekers, waarvan KWF verwacht dat dat echt de top wordt in de oncologie in de toekomst. En die krijgen daarmee de mogelijkheid om onderzoek te doen, deels ook in het buitenland. Dus daar kunnen ze eigenlijk nieuwe kennis en expertise op doen, die ze daarna mee terughalen naar Nederland en hier in de praktijk kunnen toepassen. Krijg nou ook zeg maar jullie stichting geld vanuit de overheid? Nee, we krijgen geen geld vanuit de overheid. Wij werven echt fondsen op dit soort evenementen. En ja, we hebben natuurlijk mensen die ook zelf gewoon geld geven en in actie komen. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. Maar is het eigenlijk niet vreemd? Kanker is in feite toch een behoorlijke volksziekte. 1 op de 3 mensen krijgt kanker. Is dat niet vreemd dat de overheid niet verzorgt voor een bijdrage richting dat fonds? Ja, nou, richting het fonds niet, maar de overheid draagt natuurlijk wel heel erg bij op de manier dat zij natuurlijk ook wel ziekenhuizen steunen en andere dingen. Dat gaat natuurlijk allemaal via het ministerie van Volksgezondheid. Maar ik denk wel dat het goed is dat er instanties zijn, zoals Fight Cancer en een KWF kankerbestrijding, om ook het onder mensen echt te activeren. En het is misschien ook wel belangrijk om te zeggen, voor Fight Cancer is natuurlijk die bijdrage van al die mensen heel erg belangrijk. Maar wat ik zelf ook heel belangrijk vind, is dat deze mensen ook allemaal heel erg bewust zijn van wat ze doen en heel actief betrokken zijn doordat ze ook echt een prestatie leveren. Dat is toch iets anders dan alleen maar een donatie overmaken naar een goed doel. Maar bij deze mensen zit het echt in het hart, want die hebben net echt voor iemand gezwommen en echt een prestatie geleverd. Ja, en dat is natuurlijk veel meer waard dan al het geld. Dus dit evenement kan als geslaagd worden beschouwd? Zeer geslaagd. We zijn er heel trots op dat Apeldoorn dit zo heeft omarmd en we hopen van harte dat we volgend jaar het verder kunnen uitbouwen. Opbrengst van €125.000. Ja. Wat valt daar nou over te zeggen? Dat is echt fantastisch dat het zo'n bedrag is geworden. Vandaag hebben we een impressie gegeven van het evenement Fight to Swim Cancer. Een bijzonder evenement.
Waarom? Het is een evenement dat gaat over kanker. De strijd tegen kanker. En laten we wel zijn, dat is een gevoelig onderwerp. 1 van de 3 mensen krijgt kanker. Waarvan ondergetekende ook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.